jongens. Moeilijk, jongen. Dat moet. Zo. Ja, je, neemt me niet kwalijk dat ik maar ben blijven zitten. Nee, dat neem ik niet. Je weet, ik neem jou niks kwalijk. Zes jaar na het begin van de eeuw wordt hij geboren in de Achterhoek, in het gehucht Laagkeppel. Zijn naam is Arnold en hij is het vijfde kind van Petrus en Johanna Douwes. Hij is een intelligente en bewegelijke jongen die volop geniet van het Achterhoekse buitenleven. Zondags bezoekt de jonge Arnold de hervormde kerk waar zijn vader als predikant de gemeente voorgaat. Arnolds aandacht is niet voortdurend bij de preek, regelmatig dwalen zijn gedachten af. Hij heeft een ongeduldig karakter en dan al is zijn belangrijkste eigenschap dat hij geen onrecht kan dulden. Een karaktertrek die bepalend zal zijn voor zijn levensloop en die van vele anderen in de periode tussen 1940 en 1945. In het midden van de oorlog komt Arnold Douwes in contact met de Drentse verzetsman Johannes Post, die in het gehucht Nieuwlanden Joodse onderduikers onderbrengt. Johannes was daarmee bezig. En ik heb... Toen Johannes weg moest uit Nieuwlanden, omdat iedereen hem te goed kende. En Johannes ging andere dingen doen, banken overvallen en zulke soort van dingen. Wat dan een gereformeerde boer doet in die dagen. toen ging hij dus weg uit Nieuwlanden. En toen zat ik dus, heb ik de plaats ingenomen van Johannes, wat betreft het onderbrengen van Joden. Woensdagochtend 3 november 1943. De plekkenzoekerij voor de diverse Joodse duikelaars had nogal wat voeten in de aarde. Eerst altijd tijdelijk plaatsen. De mensen kunnen moeilijk weigeren als je zegt dat de klant buiten zal moeten slapen als ze hem niet onderdak verschaffen. Natuurlijk is het resultaat wel eens ruzie, maar over het algemeen valt het wel mee. Ik heb Amsterdam gezegd dat er meer gestuurd moet worden. Buitenrustplein nummer 3, Voorburg. Het huis van de familie Leons. Vader, moeder, een dochter en twee zoons. Eén van hen is Max, geboren 1921. De jonge Max heeft een onbezorgde jeugd. Vader is ondernemer en de zaken gaan goed. Pas bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog wordt de familie Leons geconfronteerd met hun Joodse achtergrond. Wanneer Max een baantje krijgt aangeboden bij de Haagse Joodse Raad, weigert hij dit. Het is het begin van zijn verzet. Wij kregen dus een oproep van, om naar Polen te gaan. En toen hebben we gezegd, dat doen we niet. En toen zijn mijn ouders en mijn zuster hadden een onderduikadres. En met mijn broer en met mij ging het op het laatste moment niet door. En toen zijn we gaan zwerven. Toen zijn we gezegd, nou weet je wat, we hebben een beetje geld of we werken. Maar we gaan gewoon met vakantie, we zijn vakantiegangers. En dat was in juli 42. Nico helpt me tegenwoordig. Niet de Nico van Victor en Nico, maar een andere. Hij was ondergedoken op Nieuwlanden. Ik heb hem lange tijd niet vertrouwd. Hij bood me een paar maal aan om te helpen, waar ik niet op gesteld was in het begin. Maar nu doen we alles samen. Weet jij nog hoe wij aan elkaar kwamen? Dat weet ik precies. Hé? Dat weet ik precies. Nou, vertel het dan maar. Ik kwam jou tegen in Nieuwlanden. En toen stond je ergens stil en toen ben ik naar je toe gegaan. En toen heb ik gezegd, Arnold, dat is geen werk voor een man alleen. Kan ik jou niet helpen? En toen heb je gezegd, nee, daar voel ik niet zoveel voor. Of in die geest. En toen ben je weggegaan. En toen kwam ik je weer een keer tegen. En toen heb ik het weer gevraagd. En toen heb je weer nee gezegd. Het was wel een beetje anders hoor. Het was, jij kwam bij mij.
zei Arnold, ik wil met je samenwerken, want je had al gezien wat ik aan bezig was te doen. Ik wil met je samenwerken. Ik zei, nee, Nico, dan moet je niet denken dat je ook mij belazeren kunt, want jij bent een Jood. Alles in jou zegt, hier ben ik. Breng me maar naar Westerbork. Je hele houding, je loop, alles was, hier is een Jood bezig. Zeg, en jij wilt met mij samenwerken? Ze zoeken jou omdat je een Jood bent. Ze zoeken mij omdat ik in de politieblaadje sta. En dat kan helemaal niet. Dat kan niet. Toen zei jij praat geen onzin. Ik zei, nee, dat is geen onzin. Dat kan helemaal niet. En wat heb ik toen gedaan? Omdat ik bij die boeren op het land had gewerkt om de taal te leren. Het plat praten. Toen ben ik voor mezelf aan de gang gegaan. En toen heb ik je allerlei dingen aangedragen. Volgende dag kwam je bij me met een papiertje. Er stond een adres op. Hij zegt, op dit adres kun je 2 kinderen plaatsen. 2 Joodse kinderen. Ik zei, hoe kom je er dan? Nog gewoon een beetje praten, zeg je. Ja. Ik ben erheen gegaan en dat was raak. 2 kinderen. Volgende dag kom je bij me met een adres. Hier kan een oude man geplaatst worden. Het was weer raak. Toen ben ik naar jou gegaan op je duikadres bij de familie Diek. En toen heb ik gezegd, Nico, vanaf dit moment werken jij samen. En zo was het. En toen hebben we samengewerkt. Dat is fijn. We hebben niet zoveel gedaan, maar een beetje gefietst en zo wat. Ja. Aan Nico heb ik een geweldige hulp tegenwoordig. We doen alles samen en zij druk, druk en nog eens druk. De tegenwerking die wij van verschillende kanten ondervinden is groot. In de eerste plaats natuurlijk van de mensen in het algemeen, die weigert onderdak te verschaffen aan hen die vervolgd worden. Maar ook uit eigen kamp worden we in de wielen gereden. Men wil niet dat we meer Joden naar deze buurt halen. Er zitten er al te veel, zegt men. Verder heeft men erop tegen dat Nico, die Jood is, op de weg komt. Nou, ik heb daar nooit een probleem van gemaakt, want ik was op dat moment christelijk gereformeerd. En ik ging gewoon met de trein en overal naartoe en dan ging ik vlak bij die Duitsers staan. En ik deed altijd net gewoon of dat het niks aan de hand was. En als ze wel eens tegen me zei, Nico, hè, Joods onderduik, die zei dan, Nico, zei ze, je bent een Jood. Ben jij geen Jood? Toen zei ik, nee, ik zeg, ik ben geen Jood. Ik zeg, ik moet je eerlijk zeggen, ik kan eigenlijk helemaal niet zo goed met hem opschieten. Maar mijn christenplicht en gebaseerd op naastenliefde wijst mij de weg om de Joden te helpen. Nico en ik zijn door het leven gegaan toen, in 40-45, al liegende. Wij logen tegen de mensen die ondergebracht moesten worden. Wij logen tegen de mensen waar die onderduikers kwamen. Als we dat niet gedaan hadden, hadden we niks kunnen beginnen. Dan was er niemand ondergedoken geweest. Als wij de waarheid gezegd hadden, was niemand met ons meegegaan. Want de waarheid was dat we geen plek hadden voor ze. En dat hebben we nooit gezegd. We hebben altijd gezegd, ja, we hebben een prima plaats. Mooie plaats voor de kinderen. Ze kunnen bij elkaar blijven. Ze kunnen samen naar school. Dat was allemaal uit de duim gezogen. Wij werkten zo dat wij iedereen opnamen die in de problemen zat. Wij zeiden nooit nee. Iedereen werd door ons geholpen. Hoe we dat deden, we hadden daar een bepaalde tactiek voor. Ik ging bijvoorbeeld naar mensen toe, of wij gingen naar mensen toe. En dan vroegen wij of zij, we moesten natuurlijk wel weten dat ze goed waren, of ze bereid waren een onderduiker in huis. Dan hadden ze alle mogelijke bezwaren, het was zo gevaarlijk en er waren buren die zouden praten
En kinderen van buren waren er. En zo allerlei, ze hadden allerlei uitvluchten. En die moest je dan weer leggen. En dan moest je op hun gevoel werken. Dat ja, mensen anders zouden verongelukken. Dat ze vermoord zouden worden. En dan kreeg je het nog wel eens vaak voor elkaar. Jawel. En, maar ook wel eens niet. En dan moest je naar de volgende gaan. Maar na lang praten gebeurde het wel dat het dan voor elkaar kwam. En dan op laatst dan werd er gezegd, nou, voor 1 week. En dan maakten wij daar 3 weken van. En dan bleven ze op het laatst tot eind van de oorlog. Dat was gewoon een tactiek die we uitgedacht hadden. In de hoop dat die relatie tussen die mensen en die onderduiker dermate was gegroeid, dat ze er niet meer vanaf wilden. Want wij zeiden dus, als het nou niet lukt na 14 dagen, dan nemen wij de persoon in kwestie weer mee en dan zorgen wij voor een ander de onderduikadres. Maar we kwamen niet terug na 14 dagen. En dat deden we met 1 week. We hebben het soms wel eens gehad met 1 nacht. Want als je alles moet opnemen, en dat ging soms met 8 mensen tegelijk hoor. En ik geef je de garantie dat je dan met je hand in het haar zit. En dat het een werk is om 8 mensen onder te brengen. Maar we hebben altijd een oplossing gevonden. En we waren van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat daarmee bezig. We zijn geweldig aan het zoeken geweest naar plekken met mager resultaat. Bij Jan Dekker een meisje geplaatst, dat wil zeggen de toezegging ervoor. Bij Van Goor een vraagteken. Bij Van Veen Klena en weet ik bij wie allemaal bord. De Amsterdamse familie Lely weigert gehoor te geven aan de oproep tot deportatie naar Westerbork. Besloten wordt onder te duiken. Alleen de vraag is, waar? In het begin was het dus eigenlijk dus echt de kordaatheid van mijn ouders. Dat we het die eerste jaren gered hebben. 43, 44. Dan komen ze dus natuurlijk, Nico en Arnold komen dus op de prop. En die kan je gerust zeggen hebben, voor de rest van de onderduiktijd hebben ze gezorgd dat wij goed onderkomen hadden. Met vallen en opstaan. De jonge Hans Lely wordt door Douwes en Leons ondergebracht in het Drentse dorpje Elim. De omstandigheden zijn niet ideaal, maar hij is tenminste veilig. Het was een flinke boerderij, toen de tijd een flinke boerderij. En overdag werkten we op het land, turfgraven met de kruiwagen. En dan 's nachts, dan gingen we achter aan het land. Dat was een flinke bos. En daar hadden we een gat gegraven, overdekt. En daar sliepen we 's nachts in. Zo leefden we eigenlijk buiten. Hans heeft een onderdak. Het volgende probleem voor Arnold en Nico is een plaats te vinden voor vader en moeder Lely. We hadden hun gezegd, we hebben een pracht van een plaats, waar, ja, dat doet er nog niks toe, waar dat is. Maar het komt in orde, dik in orde. En je kunt er vrij rondlopen en dit en dat en alles goed. En kom maar mee. Allemaal gelogen. We hebben geen oplossing. Ik zeg, ik heb een oplossing. Niet omdat ik ben, maar we hebben alles samen gedaan. Ik heb een oplossing. Want die man heeft mij wat beloofd. Jij houdt je mond dicht, ik ga naar binnen en die 2 mensen wachten voor de deur. Dat was een vent die we heel goed kenden. Waar we vaak waren geweest, proberen een Jood te brengen. Lukte nooit. Hij gaf ons wel altijd lekker eten en hij heeft ons ook wel geld gegeven. Wat heel belangrijk was. En zo, maar een Jood nemen? Nee, dat deed hij niet. Nee, mijn jong, dat moet je me niet vragen. Ik scheid al in de boksen van angst, dat ik er moet aan denken. Nee, dat moet je me niet vragen. Dat geeft niet. Nou, maar zo was dat.
En we zitten zo te praten. Ik zeg, je hebt me beloofd, je wil een Jood in huis nemen. Ik zeg, en nu heb ik er een. Toen zegt hij, ja, zegt hij, maar Nico, dat kunnen wij niet doen. We hebben maar één bed. Ik zeg, moet je luisteren. Je bent een christen. Dus het woord naaste liefde heb je hoog in je vaandel staan. En bovendien, wat je belooft, moet je doen. En wat we praten, en Nico was erbij, die praat ook als brugman. En hij en ik praten. En het hielp allemaal niks. En toen ineens, toen zegt Nico, dat is dan dikke nodig, heet. Dan word je hartstikke bedankt. Deur open. Kom maar binnen, jongens. Het is voor mekaar. En twee mensen komen binnen. Bij de deur dicht. Wegwezen op de fiets. En zo hebben we die daar achtergelaten. Mijn ouders die kwamen binnen. Ze waren weg. Weg. Dat is, later vertelde mijn moeder, dat is de enige keer dat ik tranen met uit heb gehaald. Dat kon ik niet meer aan. Zo, ja, ook die gemoedstoestand van haar. Kunt u wel begrijpen. Daar gedumpt te worden, waar je eigenlijk niet welkom was. Nou, dat was vreselijk. Ja, later heeft ze het dan even in berust. En toen is het toch wel goed gekomen. Ze hebben daar toch wel goed gehad. Het merendeel van de onderduikers is afkomstig uit de hoofdstad. Via het Centraal Station vinden zij, meestal onder begeleiding van Arnold Douwes, hun weg naar het noorden. Meer dan 200 Joodse Nederlanders, waarvan de helft kinderen, worden zo via het netwerk van Arnold en Nico uit de klauwen van de nazi's gered. Zij regelden natuurlijk alles. Het financiën regelden ze. Bonnen regelden ze. Ze regelden alles. En als er gevaar was dat we weg moesten, op de een of andere manier. Nou, dan waren ze er als de kippen bij om weer een ander adresje voor ons te arrangeren. En als het dan niet lukte met Joodse kinderen, nou ja, dan deden ze het maar op een andere manier. De kinderen die gingen nog door als Rotterdammertjes. En die gingen naar school. Daar hadden we een heel verhaal voor. En dat werkte enorm. Dat werkte ook goed. En die kregen, als ze een goed rapport hadden, kregen ze van ons allemaal een aardigheidje. En we waren één keer in de maand kwamen dan de bonkaart te brengen en het kostgeld. En dan praten we met ze. En als er problemen waren of spanningen, dan werd dat ook opgelost. En zelfs met de Sinterklaas in 1943 hebben wij al die kinderen een cadeautje gegeven. Voor elk kind onder de 15 jaar hadden we een pakje gemaakt. En dat waren over 100 pakjes. En die hebben we toen op Sinterklaasdag rondgespeeld. We zijn die nacht niet naar bed geweest. We hebben ze, en dat was helemaal naar Nieuw Amsterdam. En, Deemswaard, Nieuw-Amsterdam. Ja, dat waren afstanden hoor. En dat ging allemaal op de fiets over tussenpaadjes, niet over de grote weg. En, ja. En dat waren over 100 pakjes, dus we hadden over 100 kinderen onder de 15. Dus dat een heleboel. Ja, ja, het was niks vergeleken bij wat er allemaal gebeurd is, maar gezien de moeilijkheid om een plaats te vinden, was het toch een heleboel. Ook de Amsterdamse familie Vrijbroen komt in contact met het netwerk van Arnold en Nico. De kinderen moeten weg. Vader en moeder Vrijbroen besluiten hun twee dochters over te geven aan een voor hen wildvreemde man. Ene Arnold. Donderdag 2 december 1943. Zondagmorgen ging ik naar Amsterdam om de meisjes op te halen. We hadden afgesproken dat ik bij het Centraal Station een zekere Annie zou ontmoeten, die me de twee meisjes zou toevertrouwen. Het klopte allemaal goed. Tweejarige kinderen, zusjes.
Ik ben eerste klas gereisd tot Amersfoort. Van Amersfoort tot Hogeveen tweede klas vanwege de enorme drukte in de derde. We zaten gewoon in de trein, koffer, twee meisjes. En we naderen het station en Arnold staat op. Hij is een hele grote man. Ja, ik was een klein meisje, dus het was nog groter in mijn... En hij staat op en hij pakt zo de koffer. Met zijn rug staat hij naar mij toe en ik kijk naar buiten en ik zie allemaal Duitse soldaten op het perron. En toen zegt hij met zijn gezicht naar de koffer, dus niet naar mij, met zijn rug zegt hij... Kleintje, maak je maar niet druk, het zal wel in orde komen. Toen heb ik ze over de schutting gezet, over een schutting was het. Eerst de oudste van 9 jaar en toen de tweede en toen de koffers. En toen ben ik erover gesprongen. En toen waren we daar in de duisternis. En we hoorden die moffen daar. En die kinderen begrepen toen wel dat er iets fout was. En ze waren stil. Ook die kleine was stil. Toen heeft hij mijn zusje en mij genomen en ons gebracht naar een heel stuk gelopen, naar een groot weiland, denk ik. Dat idee heb ik, een heel groot weiland. Een boom, het waaide vreselijk, het was vreselijk weer. Hij zegt, hou die boom vast en blijf daar staan tot we terugkomen. Tot ik kom, tot ik fluit. En toen is hij weggegaan, want hij ging Nico zoeken. En we hoorden schoten in de verte. Dat hebben we gehoord, het was doodeng. Mijn zusje was ook erg bang toen. Dat hoorden ze wel, ze zei, wat gebeurt niks altijd, maar er is niks aan de hand. En hij komt zo terug met de fiets, waar ik zelf ook niet zo'n vertrouwen in had. Ik wist niet wat er zou gebeuren. Toen dat we hoorden fluiten. En toen kwam hij dus met twee fietsen aan, waarop Nico één achterop en hij, mijn zusje achterop en voorop de koffer. We hebben ze naar Dedevaart gebracht en het was steen en steen en steenkoud. En toen heeft Arnold gezegd, ik ga bij een boer, want die kinderen vriezen dood. Ik zeg, je gaat niet naar een boer. Ik zeg, want je weet geen even wie je aanbelt. Ik zeg, het kan wel het eind van het verhaal zijn. Nou. Hij heeft dat doorgezet, dat was dus gelukkig. Toen zijn we bij een boer even wat warm geworden en toen zijn we verder aan de Dedemsvaart. En de Dedemsvaart heeft dus, ik denk, zuster Scholt en zo weer voor hem verder gezorgd. De meisjes Vrijbroen, Miri en Emmy worden overgedragen aan de wijkverpleegster van Dedemsvaart, zuster Scholten. Een dappere vrouw die met gevaar voor eigen leven vele van de door Arnold en Nico aangevoerde kinderen uit het Westen helpt onderbrengen in de omgeving. Ze zei tegen me, luister goed, morgenochtend breng ik jullie weg. Maar Emmy, Tineke gaat ergens anders en jij ook. Dat kan niet anders. Toen zei ik, nou dat kan niet. Toen zegt ze, waarom niet? Dan gaf ik geen antwoord op. Waarom kan dat niet? Ik zei, nou, ik moet met mijn zusje blijven. Ja, zei ze, maar dat kan niet. En zei ze, nou, laten we nou eerst maar gaan slapen. Dan gaan we morgen wel verder over praten. Zei ze, het is zo koud, ga jij bij mijn zuster en dan neem ik Emmy. Nou, dat was een heel goed besluit natuurlijk van haar. Nu begrijp ik het natuurlijk allemaal, toen als kind helemaal niet. Ik werd wakker 's morgens. Nou, ik wist gewoon, Emmy was weg. Zij had Emmy dus al weggebracht naar haar plaats. Want zij had begrepen. Er was geen praten hoor. Daar kon je niet tegenaan praten. Ik stond op. Ik liep naar beneden. Ik stond boven aan de trap. Ik zal het nooit vergeten. Zij stond onder aan de trap. Zij keek me aan. Ik keek haar aan. Tot ze is ver over de 90 geworden. Elke keer als ik een Dedemsvaart kwam opzoeken, zei ze altijd, Miri, die ogen van jou. Die ogen. En ik vond het zo erg. Maar wat kon ik doen? Ze heeft me genomen. Geen ontbijt, ze heeft niet gesproken met me, ik sprak niet. Ze heeft me achter op de fiets gezet en genomen naar de familie Postma in Dedemsvaart. Op een gegeven ogenblik gaat de winkel bellen, we hadden een klein winkeltje en daar staat die zuster Scholten. En toen zegt ze, ik heb een verzoek. Ja, dat is, ik zit met een Joods meisje en dat moet ondergebracht worden. Kan dat hier? Nou, dan moet ik even met mijn vrouw overleggen. Want die hoort er ook bij. Ik ben naar mijn vrouw toegegaan. Ik zeg zo en zo. Zuster Scholten is hier. Wat doen we?
Je moet nu beslissen. Heb je erop tegen? Nee, dan doen we het. Dus na zuster Scholte, ik zei, het is akkoord. En zo is Mary is bij ons gekomen. Het was de hele gewoonste zaak van de wereld. We hadden ervaren kinderen. Er werd helemaal niet op gelet. Ja, iedereen, we zijn niet alleen hoor. Er waren bij veel meer mensen die. Dus het viel helemaal niet op. Nee. En hoe gewoner als je maar doet, hoe beter het is. Wij hebben er opgenomen in ons gezin als of het een dochter was. Zij moest ook aan de spelregels voldoen die in het huis gold. Niet met lange tanden aan tafel zitten, in je eigen bord kijken, et cetera, et cetera, et cetera. En daar passen ze prima bij aan. Ze ging ook met de kinderen naar school. Dus het was een meisje, een gewoon meisje, die meedraaide. Ze deed gewoon mee overal. Want als ze ging met de kinderen naar school en Willy, dat was nou een douwelaar, zeiden wij dan vroeger. En dan trok ze Willy altijd mee. Kom, want we moeten op 11:45 van tafel zitten, zei ze dan. Ja, bij ons was wel orde en regel altijd, hè. Mijn man moest vroeg weer aan het werk, dus alles op tijd. En dan trok zij Willy altijd mee. En zodoende is die band ook met Willy, geloof ik, sterker als met die andere meisjes. Ja. Wanneer was het nou dat je bij ons kwam? Kun je dat nog herinneren? Ja, ik kan in zoverre precies de datum weet ik natuurlijk ook niet meer. Ik was eigenlijk ook een klein kind. Maar het was ongeveer in februari of zo. Want ik weet nog dat we uit Nieuwlanden kwamen. Het was erg koud en sneeuw en een heel verhaal. Dat is dus het verhaal hoe ik naar Deemstraat ben gekomen. Nou, ik weet dat Goijke, nou die was dus in mijn leeftijd. Ja. Die nam aan zijn hand en die zegt, kom, dan gaan we lekker knikkeren. Nou, jij sjouwde overal achteraan natuurlijk. Dus dan gingen we met Jannie, Willy, Goijke en nou ja, ik vond alles best, moet je luisteren. Dus we gingen zitten lekker knikkeren en ik was er eigenlijk meteen in. En weet je wat ik zo grappig eigenlijk vind, nog grappig, denk ik wel eens over na, ik weet niet of jij er ook wel eens over na hebt gedacht, dat wij het meeste contact hebben, ondanks dat ik dus met Goijke en Jannie ongeveer in dezelfde leeftijdsgroep zit. Hè? En dat jij kleiner was, maar ik bedenk eigenlijk, ik denk dat dat komt omdat Emmy in die tijd, mijn zusje, die dus in jouw leeftijd is, 2,5 jaar heb ik dus voor haar gezorgd en dat was ook de opdracht van mijn moeder. Die wist natuurlijk niet wat ons te wachten stond en toen is ze bij mij weggehaald, moest ik dus alleen verder. En dat was voor mij een enorme klap. En toen vond ik eigenlijk in jou weer dat ik, waar ik me op kon projecteren, dat oppassen en dat moederlijk, denk ik. Hebreeuws staat dus geschreven Groshar, Lekwodim, Shamatayim, Bestayim, Chassidei, Omoed, Haolam. Dat heet dus plantsoen ter eer van 202 rechtvaardigen onder de volkeren. En in dat plantsoen
staan je ouders ook. Dan zal ik je even aanwijzen waar ze staan. Hier heb je Goitsen en Hendrika Posma, zie je? Hier staan ze dus eigenlijk, ik neem aan dat je dat, hè, dat is toch erg mooi. Het doet me enorm goed. Ja, het is het minste wat we doen kunnen. Ja. Maar het heeft dus wel, het is niet zomaar dat ze zomaar, nou je schrijft maar, je zegt maar die mensen wil ik zo graag hebben, schrijf ze nou maar eens op. Er is veel werk aan geweest om dat echt te bewijzen. Dat is ook logisch dat niet iedereen je had. Dat is uitgezocht. Dat is helemaal uitgezocht en heel veel. Je hebt geen idee hoeveel er aan gedaan is. Je ziet Arnold Douwers en dat hij daar bovenaan staat. Dat is ook heel mooi. Ik vind het erg mooi gedaan dat hij bovenaan staat. Hè, boven al deze mensen. Hij heeft gezorgd dat de mensen bij daarover terecht kwamen. En dat daar gooit en Hendrika Posma, hè, dat is toch geweldig. Ik ben tenslotte gearresteerd. Maar toen was Nico al ondergedoken. Net op tijd, want ze hebben mij gepakt en ze wouden weten waar Nico was. Ik zei Nico. Dat kreeg ik op mijn donder. Nico, ik zei, welke Nico? Ik ken zoveel Nico's. Ja, je weet wel wie we bedoelen. Die al lang weg had moeten wezen. Ik zei, oh, die. Begrijp het, ja. Oh, die is al lang weg. Die is al lang weg. Die is naar Den Haag gegaan, zeg ik. Ja, dat weten we. Hij is in Utrecht gepakt. Ik zei, dat is jammer. Verdomd jammer, van die fijne vent. Jammer. Ja. En hij zat in Nieuwlanden bij de dames Nibbel. Ja. En hij is er goed doorgekomen. Hij wist waar ik zat. En ik ben niet van adres veranderd. Dan moet je toch weten wat je aan elkaar hebt. En daarom zeg ik, dat is een unicum. Terwijl ik wist wat voor bestiaalse middelen ze gebruikten om allerlei dingen uit hem te krijgen. En ik wist dat ik heel erg gezocht was. Dus ik was al ondergedoken. En ik ben niet van adres veranderd. Die gevangenis. Oh. Tja. Ik was doodsbenauwd als ik daarheen moest naar het verhoor. En als ik erin ging, weg was de angst. Weg was het. Leuk, hè? Ik was doodsbenauwd, totdat ik daar de deur in ging. Weg was die angst. Ja, dan kwamen ze met een revolver tegen je, zo. Deed me niks meer. Nee. Dat deed me niks. Tja, ik heb het er nog heilig gehad bij wat ik hoor van sommige mensen. Oh, ben ik er nog heel goed afgekomen. Ik had toen het gevoel, toen het voorbij was, nou, mijn werk is gedaan. Ja. Nou laat ik het over aan anderen. En jij bent nog langer gebleven, hè? Het was fout. Dat was fout. Ze deden niks. Niks. Ik denk daar elke dag aan, maar en je hebt geen idee waar ze gebleven zijn. Een heleboel zijn er in Israël. Ik heb er in Israël een heleboel ontmoet. Ook, ja. En er zijn altijd nog een aantal kinderen die contact met ons zoeken. En contact met ons hebben. Hè, zoals Mary en Emmy komen altijd bij ons. Als ik ze zie, dan zeg ik, jongen, wat ben ik blij voor ze. Dat ze... Niet alleen dat ze normaal zich ook hebben kunnen ontwikkelen, gezinnen hebben gesticht, volwassen zijn, maar inmiddels ook weer grootouders zijn. Ja. Dat is natuurlijk iets heel geweldigs. Sjof, man. Als je weer weggaat, het is hier. לא, תגיד. לא רוצה. 88, מה הבעיה? הנה, מה אתה אמרת במקום? אבל אני יודע, אבל אתה, תגיד לי.
Als niet Arnold en niet Nico en niet de familie Postma en nog vele andere families ons hadden geholpen en het niet overleefd hadden, dan had ik niet getrouwd, geen kinderen en kleinkinderen. Dat er een nageslacht is, dat degenen die hier wonen, die uit Nederland, dus überhaupt uit Europa hier naartoe gekomen zijn. Dat is allemaal te danken aan deze mensen, zoals ik zeg, die 20.000 en nog veel meer gered hebben. Die hebben eigenlijk op een of andere manier meegeholpen aan het ontstaan van de staat Israël, kan je wel zeggen. Bewonderenswaardig vind ik gewoon een te klein woord. Ik zou gewoon in de Nederlandse taal geen woorden kunnen vinden voor deze mensen. Voor alle mensen die in de loop van de jaren ons dus geholpen en alle kinderen geholpen hebben. Alle mensen geholpen hebben en natuurlijk de postma's. Ik bedoel, je bent niet dankbaar. Je bent bijna een onderdeel van deze mensen ook geworden. Die hebben wat je eigen vader en moeder, je eigen broer en zuster voor je zou doen, hebben ze vreemde mensen voor je gedaan, je gered. Wat zij gedaan hebben, dat is niet navolgbaar, lijkt mij. Nee. Dat denk ik niet. Daar moet je toch wel zo zelf opofferingsgevoel voor hebben. Dat is haast bovenmenselijk. Ja. Maar ik weet niet of ze het zelf eigenlijk wel zo goed beseften wat ze deden. Ze moesten het doen, uit, af, klaar. Er werd niet over gepraat of ze het voor een ideaal deden of niet. Ze deden het, zij vonden dat ze het moesten doen en ze deden het, uit. Arnold heeft is met een Joodse onderduiker getrouwd na de oorlog. En heeft langer dan 30 jaar in Israël gewoond. En toen is er iemand van de Jerusalem Post bij hem gekomen. En die heeft hem dus gevraagd: meneer Douwers, waarom heb je dat allemaal voor de Joden gedaan? Waarom heb je zo je nek uitgestoken? Je had net zo goed thuis kunnen blijven. Toen heeft hij gezegd: mijn commentaar bestaat uit twee woorden. Toen zegt die man: uit twee woorden. Toen zegt hij: ja, ein embera, geen keus.